De vorige keer lieten we jullie achter in de Tabernaswoestijn. En nu gaan we weer verder naar het westen richting Granada, waar we de Badlands de Puruyena ontdekten. Een interessant geologisch fenomeen in de buurt van Guadix, ontstaan door erosie. De dag daarvoor stonden we al aan een mooi stuurmeer een paar kilometer verderop. En daar zagen we ook interessante grotten in de bergen. Goedemorgen. We hebben lekker geslapen hier aan de dam, niet ver van Guadix. Het was best koud. Ik denk toen ik van de morgen opstond. Rond een uur of zeven was het 1 graad buiten. Dus we hebben tot hiertoe, het is nu 9:30, we hebben tot hiertoe binnen gezeten met de verwarming aan. En nu gaan we die grotten even verkennen. Geen idee of dat het iets interessants gaat zijn. Ondertussen pad gevonden. Daar staan we. We have arrived. Zo te ruiken, geitenstal. Ja. Ja. Anticlimax, hè? Wat de hippies verwacht. Leuke view wel. En zoals dat je kunt zien, zijn ze daar de dam aan het repareren, want daar zit dan duidelijk een lek. Of zoiets. Het lukt niet zo goed, we zijn al van gisteren bezig. Ja, kurkstop is niet groot genoeg. Nee. Dad jokes. Komt met de moustache. Het doet me hier een beetje denken aan Toscane, zo met die boompjes. Hoe noemen ze nu weer? Cipressen? Cipressen. Ja, ja. Toscane. Het einde van de baan is een wijndomein. Na het stuurmeer passeerden we langs Granada. We landen voor het weekend ergens in een gehucht in de buurt van Motril. We wilden vooral ergens rustig staan omdat het weekend werd en we weten ondertussen hoe graag Spanjaarden in de verste uithoeken rondhangen in het weekend. We kunnen weer buiten eten, schatje. Nog een beetje frisjes, hoor. Totaal onverwacht stoten we op een heel aantal Spaanse steenbokken. Althans, dat is wat we denken dat we zagen. Ongelooflijk behendig schoten ze de bergflanken op als ze ons hoorden aankomen. Ziet het echt een kruising tussen een geit en een hert. Na dit plekje reden we langs Salobreña, Nerja en Torrox en belanden zo bij Malaga. In Salobreña, vlakbij Motril, hadden we nog wel een mooie kamperplek. Maar de rest van het stuk kust tussen Motril en Malaga kan je gerust overslaan. Het is bezaaid met vakantiedorpen voor gearriveerde buitenlanders en met de kamper heb je daar weinig te zoeken. Hallo, het is weer even geleden dat we een video hebben gemaakt. Er is niet zoveel spannends gebeurd in de laatste week eigenlijk. Momenteel zijn we in Torremolinos aanbeland, stadje naast Malaga. Normaal gezien hebben we hier niks te zoeken, maar onze vrienden uit Frankrijk, Litouwen en Zweden hebben hier een appartementje gehuurd en hebben gevraagd of dat we eens niet langskomen. We mochten ook een douche pakken, dan zeggen we natuurlijk geen nee toch? Na een beetje zoeken vonden we Helodie, Paulius en Elias in hun huurappartement. Elias, bakker van opleiding, had een compleet feestmaal uitgewerkt dat geweldig smaakte.
Na het eten speelden we nog wat spelletjes samen, maakten dankbaar gebruik van de douche en toen de avond viel maakten we een wandeling langs de kust en sloten daaraf met een cocktail. We namen afscheid en gingen terug naar ons eigen domein op wielen. Na een dagje Torremolinos pakken we onze eigen hamburgers. Wel, bakt Nicky onze eigen hamburger. Zie, een eiken met één hand. Hè? Heb je dat gezien? Zie, de pro. Zie de pro. Flap, is ze. Wauw. It's a heart attack on a plate. Er is wel komkommer en ajuin tussen. Wow. En er komt een slaatje bij. Wow. Let's eat now. Goedemorgen. Lekker geslapen in Torremolinos. Eigenlijk een vrij rustige nacht gehad. Al was er niet in de buurt dat veel lawaai maakte, een soort van ventilatiesysteem. Ja, wat oordopjes. Hebben we daar niks van last van gehad. Ah, ik denk dat ik al weet wat het was. Waarschijnlijk een koeltruc of zo. Vandaag gaan we een stukje verder richting Tarifa. We gaan proberen om wat rustigere oorden op te zoeken, want zo'n grote steden, dat is toch niks voor ons. Maar het weer is niet zo denderend. Het regent zelfs een beetje. En dat gaat zo zijn voor de komende week. Dus ja, dan is het niet zo belangrijk dat we niet direct aan het strand staan, I guess. We zullen wel zien waar we uitkomen. We kwamen uit op een alweer bekende plaats. Op deze parking stonden we in 2021 ook al een keer. Maar gezien het mindere weer vonden we het niet zo erg om op een saaie grijze parking te staan tussen de andere campers. Hallo. Hi. Het is 6 december en het regent. De Sint is in België. Oh, duidelijk. En, we zijn even een wandeling aan het doen, terwijl we wachten op onze was, die hier in de wasseret binnensteekt. En dan, ja, dit is het voor de rest van de week. Dus je ziet het, hè? Het is hier niet allemaal geweldig. Hè? Nee, ik moet zelf mijn regenjas dragen. En een lange broek. Na Tarifa zijn we op bekend terrein. Hoewel, het eerste plekje dat we bezochten was grondig verbouwd en daar konden we echt niet blijven staan. We stranden dus op een andere bekende plek voorbij Barbate. Gelukkig kunnen we daar wel heel mooi wandelen. Helaas is een stukje van de renovatie kapot gegaan. Dit dingetje dat hierachter zat, ik had beter moeten weten, heeft dit niet gehouden. En ik heb met de stoel erachter te zetten eigenlijk de tafel naar voren geduwd. Waardoor dat dus hier de plaat is opengescheurd. Nu zijn we dan... Dit is de lelijkste oplossing, maar ik denk ook technisch gezien de stevigste oplossing. Wat we hier momenteel kunnen doen. En ondertussen heb een stukje die privéterrein gevonden. Hier in de buurt van Vegère. It's not much, dankzij onze goede vriendin sinds onze eerste maanden vanlife. Die is nu grote kuis aan het doen in haar van, Steffi. Tussen is Nicky de banken aan het hacken. We moeten mee te werken. En we moeten het niet kunnen leven. Sigi probeert naar beneden te komen. Eet smakelijk. Ja, perfect. Hey, nice one. Aan het einde van die weg rechts opslagen. Vlaar, double vlaar, slaap lekker. Zeer vredig hier. We zijn een klein ochtendwandelingetje aan het doen.
hier in het een beetje het achterland. De zee is een paar kilometer verder. En dan zien we toch weer dat als je een beetje weggaat van de zee, aan deze kanten, dat je onmiddellijk in een supergroene omgeving zit. In bossen. En ja, pak minder toeristen natuurlijk. Het zit hier wel vol Duitsers. Die hier stukjes grond hebben en van die toestanden. Het is hier een nationaal park. Verboden voor gemotoriseerde voertuigen. Maar zoals je ziet, denk ik niet dat dat sporen zijn van mountainbikes. Spanje in een nutshell. Leuke wandeling. Mooi bos. Honger. Dus laten we nu gewoon rustig naar huis wandelen, zodat we kunnen eten. En hier hebben we de zee natuurlijk. Dus helemaal niet ver, hè. Na een gezonde wandeling, tijd voor een gezond ontbijtje. Pimentos con huevo. Wat een veggies. Een sigi kwijt. Ik kan hier normaal niet weg. Zien wat we ze vinden met deze tracker. Iets ziggy. There is the idiot. Hallo, idiot. En dat is de reden waarom dat Siggy altijd aan een les hangt, wanneer we niet op een afgesloten terrein zoals dit zitten. Het is nu bijna 7:30 op deze vrijdagavond. Nog even mijn beentjes aan het strekken hier, tussen alle huisjes in. En het is hier geweldig vredevol. Het enige wat je hier hoort, wat kinderen die aan het spelen zijn, wat honden die aan het blaffen zijn, wat kikkers, denk ik, krekels, vogeltjes. Het is echt een enorm prachtige avond. Ik snap wel waarom dat mensen hier komen wonen. Qua klimaat natuurlijk, weet ik niet wat een goed idee is om hier te komen wonen. Nu is het hier nog allemaal supergroen, dus ik vermoed dat water geen probleem is. Maar of dat over 10, 20 jaar nog altijd zo zal zijn. Maar, als je gewoon kijkt naar het uitzicht hier, not bad. Not bad at all. De dag erop konden we niet anders dan een grote wandeling maken in het bos in de buurt. Moya was blij dat ze even voluit kon losgaan in het losse zand. De mensen die niet geloven dat het een Stafford is. Uitkijktoren gevonden hadden, maar bij nader inzien denk niet dat we daarop gaan geraken. We hadden ons vergist, er is wel een toren. Aha. Jammer genoeg is de uitkijktoren niet toegankelijk. Volgens de reviews, dan moeten we ook niet helemaal die berg op kruffelen. Ik denk dat een soort van toren is voor de brandwacht of zo, want hier zullen ze hun fair share van bosbranden wel krijgen. En we zijn terug bij Nigel, die hier flink staat op te laden in het zonneke. En even een toastje aan het maken. We zitten hier aan een picnic area. Area recreativo. En het is wel aardig vol. Dit is hoe dat mensen in Spanje hun weekend spenderen in de winter.
Super gezellig. Na onze wandeling spreken we terug af met Steffi. We spendeerden nog een nacht bij een andere Duitse kameraad en rijden dan richting Chiclana. Het is tijd voor Moya haar jaarlijks vaccin en via Steffi konden we snel bij de dierenarts terecht. We zijn terug in Rotsche, waar we 2 jaar geleden, denk ik, bijna een maand gestaan hebben. Met een hele hoop andere mensen. En nu zijn we hier enkel en alleen met Steffi. Waarschijnlijk voor 1 nacht. Het is hier strenger geworden. Maar het is leuk om terug op deze plek te zijn en herinneringen op te halen. Cheers to us, hè? Always. Poek. Waarom ben je zo lief? Voor het internet. We hebben nu een klein weekje bij onze Duitse vrienden gestaan in de buurt van Vegère en Chiclana. Rondtarifa. Moya heeft haar vaccinaties net gekregen en wij zijn dan vertrokken richting Portugal. Maar na dat sociaal weesje hadden we even nood aan wat rust, dus we zijn hier nu gestopt. Ja. Ergens tussen Cadiz en Sevilla, in the middle of nowhere. Super mooie rustige plek waar we even alleen kunnen zijn en maar kunnen werken. Een beetje focussen. We willen wel even deze creepy speeltuin jullie niet ontzeggen. Zie? Je moet niet naar Tsjernobyl gaan om zoiets te zien. Ik weet niet dat hier nog veel kinderen wonen. Het trekt wat op Wallonië, maar dan met beter weer. En betere wegen. En waarschijnlijk ook een betere economie. We mogen ook getuige zijn van een soort van leslichamelijke opvoeding. We zijn hier aan het trainen voor de Vuelta, denk ik. En je ziet dat we zo net de grens met Portugal zijn overgestoken. Volgende keer kan je zien hoe het ons daar vergaat. Vind je dit soort vlog een leuk format? Laat dan een like achter en laat in de comments zeker weten wat we in de Algarve niet mogen missen.